Heel goedemorgen, welkom bij deze markets update van BNP Paribas. SP 500 wist een, nipt een nieuw record te behalen. Na beurs zag Nvidia de winst stevig dalen, maar deze was beter dan door analisten werd verwacht en de voorzichtige Outlook kon echter op weinig applaus rekenen. Applied Materials deed het beter, had bij de cijfers wel een positieve Outlook en werd beloond met een plus van 4%. Cijfers over de Japanse industriële productie lieten weer een voorzichtige groei zien. Nikkei trok erop licht aan. De Kospi-index steeg zelfs met 1% en dat na een winstsprong van Hynix, de chipbakker. De enige daler in Azië was de Shanghai Composite met een vliesje van 0,6%. In Amsterdam opent de beurs vanmorgen licht hoger. Arslo heeft de knoop doorgehakt en zal na een ruzie met de Italiaanse overheid de net overgenomen staalfabriek Ilva in Zuid-Italië sluiten. In India krijgt de staalmagnaat nu wel toestemming om Essar Steel over te nemen voor 6 miljard dollar. En Koninklijke Olie is druk bezig met het opvoeren van de productie voor de kust van Brazilië. En dat is ook goed nieuws voor SBM Offshore, want er wordt gebruik gemaakt van FPSO's. op de agenda hebben we vandaag het maandrapport staan van de IEA om 10 uur. Inflatiecijfers uit de EU om 11 uur. En we vanuit Amerika nog detailhandelsverkopen en de Empire State Index om half drie, industriële productie om kwart over drie, half vier, handelsbalans en voor de liefhebbers om vier uur nog bedrijfsvoorraden. Vandaag is Aperam ex-dividend en dat is een kleine 35 eurocentjes. Bij de analisten is het RBC, ABN Amro kopen koersdoel 20. ING zet Nationale Nederlandengroep op kopen, koersdoel 38,5. En Barclays zet ABN Amro op kopen met een koersdoel van maar liefst 23,60 euro. En maandag is er weer een nieuwe markets update van BNP Paribas.